Wij kennen natuurlijk allemaal de voetbalwijsheden van onze grote vriend Johan Cruijff. Elk voordeel heeft zijn nadeel, bijvoorbeeld. Mijn volgende gast was Cruijff echter ver voor. Want de uitdrukking als wij wilden wel, maar konden niet. Zij konden wel, maar wilden niet. En bij Feyenoord halen ze nieuwe spelers per helikopter. En bij ADO komen ze met de tram. Dat kan natuurlijk alleen maar uit de koker komen van een ras echte Hagenees. En net zoals Cruijff kon hij nog voetballen ook. Hij is bijvoorbeeld tot op de dag van vandaag bij Feyenoord nog steeds topscorer in Europees verband. Feyenoord, ja, was gelukkig maar een uitstapje van 4 jaar. Want zijn echte hart ligt hier, bij ADO. Bij de Haagse voetbalvereniging VDS wisten ze niet wat er gebeurde toen dit jonge Haagse voetbaltalentje het presteerde om zelfs een gaspriet te passeren. Niet zo gek dat ADO hem daar in 1965 vandaan plukte. En dat bleek een schot voor open doel. Want samen met zijn maatje Aatje groeide hij uit tot een ware clubicoon. En tot op de dag van vandaag is hij nog verknocht aan zijn Zuiderpark. Waar hij menigeen op de banken kreeg met zijn unieke en fabelachtige acties. Nou, we gaan dus nu echt een stap terug in de tijd. Ik kom even kijken. De kleuren zijn nog hetzelfde, gelukkig. Nou, eens kijken of het hier is. Tjonge, jongens, zeg hij. Helemaal niks. Hey. Hey, Lex. Alles goed? Ja, top. Een zoektocht om jou te vinden, zeg je. Ja, 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 het is een doolhof geworden. Jongen, jongen, jongen. Een beetje weggestopt, vind je niet? Nee, nee, nee. Want, echt niet? Nee, ik vind van niet. Want, zo'n clubje komen toch het mooiste kantoor met uitzicht op zee, op strand, of niet? Nou, zo erg is het ook weer niet, hoor. Nee. Want nee, ik vind het hier, je zit hier lekker rustig en je zit heel dicht bij het voetbal. En dat heb je natuurlijk in het voorpark niet. Dus ik ben daar niet ontevreden mee. Maar wat doe je nou nog precies bij ADO nu? Ja, ik doe van alles eigenlijk. Natuurlijk ben ik in ere en stel technisch adviseur. Ja, terecht hè, vind ik. Ja, oké, maar goed, er zit een nieuwe trainer, dus die wil gewoon alles op zijn eigen manier doen. Ja. Nou, dat vind ik gewoon goed. En hij heeft al meer gebeld dan de andere twee in 2,5 jaar. Ja. Dus wat dat betreft zegt genoeg, ja. Maar nooit, heb je nooit het gevoel gehad om mee te gaan naar het nieuwe stadion? Nee, ik heb het eerste jaar gezeten, ja, ja. Maar toen ging de sponsor die ruimtes benutten aan de kant waar de ticketing zit. Ja. Moesten al die kantoren moesten leeggeruimd worden voor de sponsor Fit for Free. En ja, dan was de kamertjes moesten dan verdeeld worden. Ja, en dan werden ze helemaal opgesplitst. En ik had niet zoveel zin om in een alleen maar achter een bureau te zitten en voor de rest. Ja, basta. Dit is wel het stadion waar jij gevoel bij hebt, hè? Want hier liggen een aantal herinneringen van jou. Ja, heel veel. Niet hier, maar op het veld. Op het veld, ja. Nee, hier is eigenlijk de enige herinnering is dat je hier binnenkwam om te kijken of alles nog bestond. Ja. En daar zat de directie en de financiële administratie, ja. Dus dat is wel belangrijk voor ons. Ik wil even met je naar de tribune. Ja. Kom even kijken. Neem je alles mee? Ik neem alles mee, ja. Want moeten we alles afsluiten, hè? Ja. Nou, die jongens zijn net klaar met training. Het veld is leeg, zoals het altijd leeg is na die training. Dat was vroeger wel anders, hè? Hier. Ja, er liepen nog wat mensen overheen. Nee, hier werd er nooit op getraind. Heel zelden mocht je een keer trainen op het hoofdveld. Het is nu het trainingsveld geworden, dus ja, ja. Wat dat betreft. Maar je hebt hier wel wat voetstappen liggen, in de tijd je speelde hier. Ja. Midden-Noord nog? Ja, het echt Midden-Noord en dan Oost en West. En dan deze oude tribune, ja. Ik ben als 15-jarige binnengekomen, ja. Dus stage gelopen, zoals nu ook spelers nog stage lopen. En met de achtergrond dat je dan een contract kan afdwingen. Ja. Bij ADO, dus dat was op dat moment natuurlijk fantastisch. Wat ligt er nou het meeste na, als je zo naar het veld kijkt? Komt er dan ineens in je boven? Wedstrijd, moment? Ja, altijd natuurlijk de bekerfinale tegen Ajax, die je wint met 2-1. Dat zijn altijd dingen die je nog ziet gebeuren. Dus de tweede goal die je maakt hier. Ja, West Ham United natuurlijk, nou, ligt heel nauw. Maar toen ging het er even uit, voor de mensen die het niet weten, het doelpunt. Hij gooide hem daar in de midden, rond de middenstip. Ja. Gooide hij en dat was een opgootbal. En er was iets gebeurd. En
We stonden allebei naar te kijken, een speler van West Ham en een speler van ADO, dat was ik dan. Ja. Hij liet de bal stuiten, de bal bleef liggen, ik ben aan de haal gegaan. Ik wilde een 1-2 maken met de spits van ADO, van Leeuwen, en ja, die miste hem. En toen kwam hij toch voor mijn voeten en toen schoot ik hem erin. Hebben we het over hoogtepunten? Ook dieptepunten liggen hier op het veld? Ja. Vertel eens. Het dieptepunt was natuurlijk zeg maar in 1981-82, het seizoen dat ADO op degradatie stond. Dat er twee spelers niet meer mee hoefden te doen. Het zijn maar 12 wedstrijden voor het einde van de competitie. En we kwamen daar in het hoekje, was de kleedkamer toen. En toen zei Cor van Hout, na de laatste wedstrijd tegen Haarlem thuis, die we verloren overigens. Toen maar getrainer, hè? Cor van Hout. Ja. Nou, die zei, ja, ik ga met jonge jongens door en jullie hoeven niet meer terug te komen. Maar ja, ik had nog een contract, dus ik ben gewoon mee blijven trainen. En Aad, die nam zijn tasje en die is niet meer bij ADO teruggekomen. Het heeft heel lang geduurd voordat hij weer bij ADO voet. Nee. Deed pijn? Ja, natuurlijk deed pijn. Op het moment dat je als 34, 35-jarige zo aan de kant geschoven wordt, terwijl ze bij Co-Ed twee 35-jarigen binnenhaalden. Ja. En die bleef in de Eredivisie. Dus dan deed het wel pijn. Ja. Vind je dan niet jammer dat ADO weg is gegaan hier? Kleine park? Ja, ik vind het wel jammer, maar gezien de hele situatie is het toch normaal dat ze naar het voorpark gegaan zijn. Kwestie van het kan niet anders, je moet wel. Ja, je wordt gedwongen. Ik bedoel, de infra was zo moeilijk hier. Maar ja, naarmate de business gaat groeien, willen de mensen toch meer privacy. Nee. En dat zie je gewoon nu aan het voorpark, dat de mensen allemaal units hebben. Residentieclub, businessclub, small business. Allemaal gradaties, ja. Maar het is wel belangrijk voor de club. Ondanks die verandering, voel jij je nog steeds sexy Lexi of niet? Nou, daar wil ik van al, want ik bedoel, daar ben ik helemaal niet geweest. Ja, wel, dat was je bijnaam. Ja, maar dat is overgewaaid vanuit Amerika. En, nee. Jawel, maar toen het tijdens Jacques Zwart, waar we helemaal gek van waren. Maar jij kon er ook wel van, meneer, als jij opkwam, was dat sexy. Ja, nee, maar goed. Maar waar denk je dat je dan te danken had, die bijnaam dan? Nou, misschien al mijn hulpelpasje. Hey, wat? Aan mijn huppelpasje. Nee, ik zou het niet weten, joh. Dat is helemaal niet meer van toepassing. Nee. Ben je daar klaar mee? Ja, ik ben echt klaar mee. Nou, zullen we gewoon zeggen, dit is gewoon klaar? Ja, dit is gewoon klaar. Het is ja. De laatste keer seksselectie en dan is het gewoon klaar. Hebben we het er niet meer over. Nee, dat moet je niet meer doen. Dat gaan we ook niet meer doen. Nou, ADO is er niet meer hier zo, het Zuiderpark. ADO is er nog wel. Ja, want goed, ze trainen, maar ze spelen niet meer. Dat bedoel ik. Nee. Het is niet meer het ouderwetse Zuiderpark zoals het was. Is jouw geboorte, woonhuis, Schubertstraat? Is helemaal veranderd? Hè? Is helemaal veranderd, terug. Ja, dat kan ik niet meer terug. Nee, is er niet meer. Je school is er nog wel. Vermeerschool. Vermeerschool is er nog wel, maar bestaat ook niet meer als school waar wij ons diploma gehaald hebben. Maar ik weet dat zeker. Ook het enige diploma hoor, samen met de advocaat. Maar ja, advocaat is nu zeg maar helemaal. Ja, maar dat is wel een hele bijzondere school. Je zegt het zelf al, ik advocaat erop gezeten. Alle Simonis, ja. Later naar Hengel in plaats van een bal. Maar hij kon wel aardig ballen, vroeger ook bij ADO gespeeld nog. Ja. Dat toch? Nee, ja, maar goed, die was zelfs dokter. Ja. Maar die vond de vishandel veel, veel belangrijker en leuker. En hij was nog een van de eerste sponsors die toen ik voor het eerst trainer bij ADO werd, hoofdtrainer, ging die met een grote vis op de inloopshirt staan. Dus ja, dat was wel prachtig. Leuk, hè? Ja, dat is hartstikke. Gebouw is er nog. Weet je, het gebouw is gewoon nog authentiek. Er zit wel wat anders in, maar ik denk dat het best de moeite waard is om even te gaan kijken. Komt wel. Dat is jouw eerste auto? Tenminste, mijn eerste auto, ja, deze niet. Maar... Nee, maar goed. Was ook een mini, toch? Was een mini, ja. Ja, rustig. Ah. Nou, hé, moet zeggen. Nou, dit zit geweldig. Ik kom er even bij, gezellig. Nou, dat moet gaat gestroomlijnd, hoor. Dat ga niet zeggen. Nee. Het gebouw staat er nog, hè? Het gebouw staat er maar nog. Maar het is geen school meer. Wat was het voor school vroeger? Handelsschool was het. Mulo, ULO. Afgemaakt? Ja, tuurlijk. Ja, maar ik weet het er allemaal niet. Ja, vroeger was voetbal voor ons belangrijk. Ja.
advocaat heb hier gezeten. Ja, daarom. Zat aan de ene kant en ik zat aan de andere kant. Ja, ja. We hebben beide diploma gehad. En vroeger veel voetbal op Schoolplein? Ja, niet veel. Want jullie schelen toch niet veel? Nee, advocaat is iets ouder. Ja, ja. Zeg maar 2 of 3 maanden. En wat voor buurt was het hier vroeger? Ja, heel rustige buurt. Want in het begin kwam je lopend naar school toe en dan, toen je 16 werd, kreeg je een bromfiets van je vader. En dan ging je op de bromfiets. Dus je ging nog op de brom, want je zat hier, wanneer was het dan? Was je een jaar of 15, 16 toen je hier begon? 15 ging naar school, ja, ja. 16, 17 maakte ik het af, driejarige school. Dat is knap, zullen we even binnen gaan kijken? Graag. Ja? Herken je dat geluid nog van die deuren? Ja, ik herken het nog. Ze kraken nog steeds zoals 40 jaar geleden. Ken je dat bankje nog? Ja, dat bankje dat was als, als je wat uitgevreten had in de klas of zo, dan moest je naar beneden. Dan moest je hier gaan zitten wachten op de rector of de conrector. Die zat daar, hè? En hoe was dat met jou vroeger? Heb je wel eens gezeten op dat bankje? Nee, ik heb heel weinig gezeten op de bankje. Wel op de reservebank, maar niet hier. Waar hadden we gaan zitten? Hoe voelt dat nog? Ja, dat voelt heel lekker hoor. He? Ja. We gaan gelijk een stukje terug in de tijd nou, hè? Ja, nou ja, je ziet nog wel de dingen dus die echt niet veranderd zijn. De trap die naar boven ging, de klas. Dat herken je nog wel. Toen je hier op school zat, was je 15, 16 jaar, toen ben je ook in die periode bij ADO begonnen, hè? Ja, ik ging stage lopen 15, 16 bij Bert Jacobs. Ja. Dus jammer genoeg heel vroeg overleden. En het tweede jaar speelde ik in de A1 bij ADO, 17, 18. En op 18 was ik contractspeler. Ja. En 3 maanden later speelde ik in het eerste bij ADO. Ja, zo raar kan het allemaal lopen. Zo kan het. Maar dan lijkt het net of je op je 15 bent begonnen, maar dat is niet zo. Nee, je bent daarvoor, heb je ook gevoetbald? Daarvoor heb ik gevoetbald bij een club die opgegeven is, VDS. Ja. Dus de afkorting ook weer? Vooruitgang door samenspel. Ja. En dat is wel leuk, omdat daar mijn broers speelden. Mijn vader was voorzitter. Erevoorzitter, dus het was een club wat echt uit familieleden bestond. Je had daar de Koeglers, de Hoge Bandjes, de Danens, niet de Danens, maar nee, de Damens. En dan had je ook de Schoenmakers met een behoorlijke klem. Ja. Waar speelde die toen? Was nou, mijn ene broer die is later ook voorzitter geworden. Toen die speelde dan links buiten en ik speelde op middenveld. Ja, ja. En mijn andere broer speelde rechtshalf, want je had nog een bepaald systeem toen. Ja, ja. Maar waar speelde VDS bedoel ik? Waalsdorpenweg. Buurtweg, Waalsdorpenweg. Zullen we nog even kijken met de mini? Of, ja, laten we of wat doen. Ja, het is er niet meer, maar... We kunnen langs rijden. Op de plek? Volgens mij staat, er was een wind onder in de baan. Ja. Dat was de beste en de mooiste van Nederland. Ja. En je had ook dan daarvoor VDS liggen. En daarachter had je dus de windrennen onder de baan. En dan, dan schuin overstak. En dan had je alle clubs liggen die sportvereniging 35. Ja, die zijn, ja, precies. Kijken, Lex. Ja. Nou, dit is een bekend plekje, hè? Nou, we staan hier waar ik mijn grootste tijd doorgebracht vanuit de jeugd. VDS. VDS. Maar het ligt alleen maar zand, nou. Ja, maar dat is gekomen doordat VDS opgegeven is. Ja. Hier later een andere club is komen te spelen. Eerst Azuri. Ja. En daarna Jak. En nu is het toegewezen aan de Amerikaanse ambassade. Ja, dat is een nieuwe plek, hè? Maar er was toen de tijd was er een heleboel verenigingen naast elkaar hier. Ja, hier lag maar 1 vereniging, dat was VDS. Ja. Daar zat de wind onder in de baan. Ja. Dat was echt uniek voor Nederlandse begrippen. Prachtig mooi verscholen. Ja, ja. Nou, hier ging je dan, had je een stuk weiland. Ja. En dan hierachter had je gelijk paraat liggen. Marathon, Oranjeplein. Marathon, Oranjeplein, Archipel. Maastraat. Maastraat. Maar op een gegeven moment zagen ze hier een klein jongetje lopen. Barstens vol talent. Hoe is het toen verder gegaan? Je bent niet opgemerkt, VDS? Ja, ik ben door een scout ben ik opgemerkt en bij SVV gekomen. Nou, en bij SVV ben ik eigenlijk heb ik een proeftraining gemaakt. Nou, dat was goed. Mm-hmm. Ik wilde ze ook dat ik graag kwam. En het mooiste was dat, dat dan de ex-bestuurslid, nu oud.
Joop Eberstein, die had dan mijn vader gevraagd, joh, laat Lex dan een keer komen trainen bij ADO. Nou, ik ben bij ADO gaan trainen, ik ben daar eigenlijk niet meer weggegaan. Nee, precies. Nou ja, je ging op een gegeven moment, in 70 jaar begin geloof ik, naar Feyenoord. Ja, Feyenoord, ja, maar de werd getransfereerd, was een van de eerste spelers die voor zoveel geld... Platen over een half miljoen, hè, Lex? Half miljoen guldens, ja. Dat was heel erg veel geld, ontzettend. Ja. Ja, maar goed, Feyenoord had het daarvoor over, Happel kende me. Heeft hij meer dan een jaar gewacht en wilde toch de gok wagen om mij naar Feyenoord te halen. En dat heb ik naar hem wel uitbetaald, want we zijn een keer kampioen geworden. Topscorer. Topscorer ook. Nog steeds. Europese topscorer. Ja, maar ja, dat zal nog wel een tijdje blijven. Ja, omdat nu de spitsen vaak na 1, 2 jaar of 3 jaar gaan weg bij een club. Ja, dat is wel iets om trots op te zijn, toch? Ja, dat ben ik ook. Ik bedoel, Feyenoord heeft een bijzonder zwak in mijn hart. En toen ging je op een gegeven moment, je hebt gevoetbald in Canada, je hebt gevoetbald in Amerika, je bent trainer geweest in de Emiraten ook nog, assistent met Willem van Hanegem. Dat is een bizar verhaal, daar komen we straks nog even op terug. Maar was dat met Corrie thuis? Hoe vond ze dat? Want toen ben je een jaar, was je bijna weg? Ja, bijna weg. Maar zij zijn wel 2 keer in Saudi geweest. Ja, het is eigenlijk niet, het is een prachtig mooi land, maar om, niet om te wonen. Nee. Voor ons. Nee. Ik vraag dat omdat ik net een sms'je krijg van haar, van Lex, waar blijf je? Dus ik wil niet te lang wachten om even... Nee, maar dat klopt ook, want... Wacht ze op je. Ze wachten op me met wat eten en drinken, dus dat hebben we wel verdiend vandaag. Vind je niet? Vind ik wel, ja. Dan kom ons even zakken. Ja, we gaan weer zakken. Ik zak als eerste. Ga maar naar Cor. Ben je trots op wie je bent? Ik ben trots op wie ik ben, ja, en wat ik doe. En natuurlijk moet je een beetje geluk in je leven hebben. Nou, ik heb niet altijd geluk gehad, want ik ben vaak bij clubs gekomen die het niet altijd zeg maar financieel goed op orde hadden. Zelfs niet bij Feyenoord, toen ik als trainer daar ging werken. Mm. Ik heb wel 2 gelukkige momenten gehad dat ik naar het buitenland kon gaan, waardoor ik toch op een dusdanige manier dit huis voor elkaar heb gekregen. Want ja, laten we wel zijn. Op z'n haast gezegd, er moet rook uit de schoorsteen komen. Ja. En zo werkt het bij iedereen. En wij zijn in ieder geval gelukkig dat we in deze mooie omgeving kunnen wonen. Ja, maar ben je niet een beetje jaloers op tijdgenoten die je, zo noem ik je advocaat. Zou je daar jaloers op kunnen zijn? Nee, ik ben niet jaloers, ik ben trots dat die dat voor elkaar gekregen hebben. Daar ben ik wel een beetje trots op. Want... Maar dat is een heel ander mens dan jij, hè? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, hij heeft ook zijn emoties en hij kent ook zijn zwakheden en kent ook zijn goede momenten. Maar ja, ik vind het jammer dat ik wat hij wel eens beloofd zou hebben, dat hij met een keer zou samenwerken. Ja, ja dat heb ik dus niet gezien. Ja. Dat vind ik wel jammer. Maar voor de rest, een prachtig mens. Ik heb hier Aten Mos, ook een prachtig mens. Zijn Hagenaars met het hoogste diploma. En die hebben alles bereikt in de voetbal. Niet als voetballer, maar wel als trainer. Ja. Kijk, ik als voetballer heb ik alles bereikt. Ja. Wat ik graag bereiken wil. Hè? Dat is kampioen worden, Europa Cup winnen, bekerwinnaar. Ja, dat is je niet allemaal gegeven. Nee, maar als je nou bijvoorbeeld s'nachts in je bed ligt en je ziet al die grote bedragen van die voetballers tegenwoordig. Heb je dan nooit eens een moment dat je denkt van godverdorie, had ik nou aan deze tijd gevoetbald? Nee. Nee, dat niet? Nee, ik zeg wel eens potverdorie van waarom komt de jackpot niet een keer bij mij? Ja. Die grote, dat grote oranje ding dat die een keer in het zwembad neerplonst. Maar voor de rest heb ik dat niet, nee. Als je nou eens terugkijkt op die hele bevlogen carrière, waar ben je dan het meest trots op? Wat is het moment dat je zegt, van, nou dat ligt me nog naast erbij? Nou, de trots was ADO 1 te halen. Dat was al een trots waarvan je denkt van, zou je dat wel kunnen halen? Toen de transfer naar Feyenoord. En dan... eigenlijk op een later leeftijd nog je cursus kunnen volgen, de coach betaald voetbal. Waar iedereen dacht van, joh, gewone leerman, die redt dat niet. Nou ja, als iets tegen mij zeggen van, joh, dat kan je niet, dan ga ik er juist 3 keer zo tegenaan. Dus ik heb een coach betaald voetbal gehad en dan zou ik altijd nog een keer het club willen trainen waar je zelf gevoetbald hebt. Dat was dan in eerste instantie ADO. Ja, Feyenoord, dat is misschien iets te hoog gegrepen, want zo eerlijk ben ik ook wel. Maar kijk, het gaat niet om wat je kent, maar wie je kent. Ja. En in de voetballerij kan je iedereen trainen. Of je nou trainer van Barcelona, of Ajax, of Feyenoord. Dat gaat allemaal wel, maar je moet wel daar in de gelegenheid gebracht worden. Ja. En ben je al een tijdje bezig? Is er nog één ultieme wens? Dat je zegt van, nou, dat wil ik toch nog bereiken of bereikt hebben. Of dat wil ik nog een keer meemaken.
Nee. Wat dat betreft heb ik alles in de voetballerij meegemaakt. Ik ben van jeugdtrainer bij ADO begonnen tot eindtrainer bij ADO. Ik heb... ADO in het linker rijtje bijvoorbeeld? Ja, dat zou ik wel op deze manier mee willen maken. Het helpen aan, aan de nieuwe trainer om die alle steun te geven die hij verdient. Want het is niet makkelijk om baden te werken. Dat, iedereen die zegt, joh, dat is makkie. Maar dat is niet zo. Want je moet in ieder geval de grootste mensen die daar zijn, dat zijn de supporters. En dat zijn de mensen die jou door dik en dun steunen. En daar wordt ook altijd maar een beetje... vrijblijvend over gesproken van ja, nou ja, het zijn weer de Haagse supporters. Ja, ja. Maar het zijn wel de mensen die mijn hele carrière me gevolgd hebben en me gesteund hebben. Daarom word je ook op handen gedragen door die mensen. Hè? Die zien maar dat vind ik ook wel belangrijk, want het zijn de mensen, gewone mensen, zoals jij en ik zijn. We zijn gewone mensen, we zijn iets geworden vanuit het niets. Ja. Nou, mooie kan je toch niet hebben? Een mooie afsluiter dit. Mooie ik ga proosten op je. Ja, ik ook op jou. Jouw gezondheid en van Corrie. Nou, ik zie dat je van een lekker rood wijntje houdt. Ja. Ik weet dat Corrie dat ook lekker vindt. Jullie zijn echt levensgenieters. Blijft het nog een lengte vandaag doen, hoop ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb veel plezier aan dit programma meegewerkt. Het is iets, ik moet eerlijk zeggen dat het verrast dat dan toch nog eens een keer van gekomen wat je al twee jaar geleden gezegd hebt. Ja, precies. Maar wat ik zeg, doe ik. Oké. Okay. Dat kan wat duren. Ja, dus het spreekwoord is, zeg niet alles wat je doet, maar doe alles wat je zegt. Ja, precies. En dat is bij mij voor toepassing. Oké. Ja, echt top man. Dankjewel. Ja, zakdoekjes.